Komt u binnen, meneer pastoor. Gaat u zitten. Gaat u zitten. We moeten even praten. Natuurlijk, monseigneur. Het is namelijk weer misgegaan. Ja, het is weer misgegaan. Mea culpa. Mea maxima culpa. Maar waarom? Hoe is het zo ver gekomen? Nou, kijk, er is eigenlijk niks gebeurd. Maar iemand heeft het gezien. Op heterdaad. Nee, ik bedoel, waarom bent u nou weer de fout ingegaan? Waarom heeft u zich weer niet kunnen inhouden? Ja, dat komt door de stress. Het waren hele drukke weken, de kersttijd en het celibaat natuurlijk. Hè. Dat knelt. Ja, maar Joris, we hebben allemaal met het celibaat te maken. Maar we gaan niet allemaal herhaaldelijk de fouten met misdienaars. Niet allemaal, maar wel een hoop. Hoor eens, er zijn te veel klachten, geruchten, speculaties. De situatie is feitelijk onhoudbaar. Ja, het spijt me. Het zal niet meer gebeuren. Zo goed? Nee, dat is niet genoeg. Sinds wanneer? Nou, je gedrag is rampzalig. Voor wie? Voor die kinderen? Voor hun ontwikkeling? Nee, natuurlijk niet, nee. Voor die kerk, voor onze naam. Dat is verschrikkelijk. We moeten dit weer afkopen, weer in de doofpot stoppen. Ja, maar het spijt me, dat zeg ik toch. Het komt door dat celibaat. Ja, maar het gebeurt te vaak. Nou, dat valt toch wel mee? Luister eens even, Joris. Vorig jaar ben je betrapt, het jaar daarvoor ben je betrapt, het jaar daarvoor ben je betrapt. Elk jaar is het weer raak. Ik heb toch verder geen opties meer? Ik heb geen keuze. We moeten keiharde maatregelen nemen. De politie? Nee, alsjeblieft niet. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk gaan we niet naar de politie. We houden het onder ons. Maar ik moet je... En het doet me pijn om dit te zeggen, maar we moeten je... Uit de kerk zetten? Word ik uit mijn ambt gezet? Maar wat moet ik dan doen? Nee, alsjeblieft. Stil nou even, nee. Je mag gewoon priester blijven, maar we gaan je overplaatsen. Waar naartoe? Naar een andere parochie hier in de buurt, 10 kilometer verderop. Ja, dat is natuurlijk een hele zware straf, maar ik heb het verdiend. Maar kan ik wel in mijn huis blijven wonen? Tuurlijk, maar laat het nou niet weer gebeuren. Nee, ik zal mijn best doen. Mijn uiterste best, maar beloven kan ik niks. Dat vind ik dan toch wel weer heel erg eerlijk van je. Nou, en het spijt me van het nare gesprek natuurlijk en zo. Hè. Maar ben nou de volgende keer een heel klein beetje voorzichtiger. Want hij daarboven ziet alles. Dank u wel voor uw wijze woorden, monseigneur. Maar natuurlijk, we moeten toch een beetje voor elkaar zorgen, hè? En ik zou zeggen, een hele mooie dag nog. Joris?